Welkom bij Van Poelgeest en welkom bij de officiële introductie van de nieuwe BMW iX3, welke vanaf vandaag in de showroom te bewonderen is. In deze video alle ins en outs over deze compleet nieuwe iX3. Laten we beginnen bij de voorkant. De voorkant, misschien al gezien, is wat meer gesloten dan de voorkant van een X3 met een conventionele verbrandingsmotor. Er is simpelweg minder koeling nodig voor de elektromotor in de X3. Dat kunnen we zien aan de mieren, die zijn compleet gesloten. Daar is alleen de onderkant van open voor noodzakelijke koeling. De rest van de neus is zoveel mogelijk gesloten gelaten om de auto zo aerodynamisch mogelijk te maken. Wordt gedaan door bijvoorbeeld de lucht vanaf de zijkant van de bumper buitenlangs de velg te glijden door de welbekende air curtain van BMW. Dus die lucht die komt vanaf de neus van de auto buitenlangs de velg en wordt hier langs de rest van de carrosserie geleid. Ook de velgen zijn meer gesloten dan velgen op een conventionele X3. Afdekplaten in de velg zorgen voor een nog aerodynamisch design om op die manier luchtwervelingen te reduceren. Gaan we verder naar de achterkant van de auto. Daar relatief weinig aanpassingen. Niet geheel onverrassend, geen uitlaat uiteraard. Wel een iets ander design in de diffuser om ook de lucht die onder de auto vandaan komt zo optimaal mogelijk te geleiden. Dan, niet geheel onbelangrijk, kofferbakruimte van deze volledig elektrische auto. Mankeert niks aan. Geen hogere laadvloer, geen gekke tildrempel. Nog steeds een vlakke laadvloer en als de banken plat leggen, nog steeds een compleet vlakke laadvloer. Dat was het rondje rondom het exterieur al. Relatief kort, omdat er ook weinig aanpassingen zijn vergeleken met de X3 die we al kennen. Dan gaan we verder naar het interieur, waar ook slechts kleine aanpassingen zijn. Neem bijvoorbeeld de blauwe details. Dat typisch BMW i-blauwe accent vind je terug in het stuur, op de start-stopknop en op de pook. Daarnaast word je er te alle tijden aan herinnerd dat je een elektrische BMW hebt gekocht door de typeaanduiding die boven het draadloos ladervak zit. Daarbij heb je te alle tijden in de nieuwe BMW iX3 een digitaal dashboard met de laatste variant van het BMW iDrive systeem. Je bent dus volledig up-to-date. Dan nog een aantal technische gegevens over de nieuwe BMW iX3. De auto heeft een WLTP range van 440 tot 460 kilometer, heeft de mogelijkheid tot 150 kWh bijladen, wat betekent dat in 10 minuten tijd 100 km range bijgeladen kan worden. Daarnaast heeft de auto achterwielaandrijving, 286 pk en 400 Nm en een zwaartepunt wat 7,5 cm lager ligt dan dat van een conventionele X3 met een verbrandingsmotor. Dat lagere zwaartepunt en de achterwielaandrijving gecombineerd met het vermogen van de auto maakt het een ontzettend leuke en comfortabele auto om mee te rijden. Zo BMW kan elektrisch rijden zijn. Wilt u deze nieuwe BMW iX3 nou zelf ervaren? Plan dan uw afspraak via de website of neem contact met ons op. Wij zorgen er in dat geval voor dat u de auto in rust, comfort en veiligheid kan ervaren op een gewenste locatie. Graag tot ziens bij een van de Van Poelgeest vestigingen.